Dan bekijken we even samen de mooie ogen van Betty Boe. Zij geeft een hele trits handelsvakken. Maar als de overhoringen zijn verbeterd en de rode viltstift opgeborgen, lonken daar de hobby's filmfietsen en anti-rookcampagnes in het leraarsmilieu. Cindy is lid van film en fietsen. Ja, inderdaad, dat klopt. Mag ik jou die skatebike tussen de benen stoppen? Liever niet, nee. Ik ben niet zo... Ik hou niet zo van die stunts eigenlijk. Gewoon fietsen is voor mij voldoende. Het is dus week van de fiets. Komen er nu nog veel leerlingen met de fiets naar school? Ik denk het wel, ja. Het gros? Ik denk het wel, ja. Volgens mij wel. Zijn er ook die met de taxi komen? Nee. Nee, met de trein misschien een paar. Met de bus heel veel. Maar de meeste met de fiets of te voet. En jij zelf? Met de wagen. En je zegt dat op een manier zo van, dat zint me niet zo. Want ik woon maar 1 kilometer van de school, dus ik zou het eigenlijk wel te voet of met de fiets kunnen doen. Hè? Ode aan de luiheid, dit is het symbool Betty Boe, jaren 70. Sting? Nee. Dat zou me verwonderd hebben, want die was helemaal niet solo bezig in de jaren 70. Zonder woorden. Zonder woorden. Het fragment was vooral zonder woorden. En op het einde kwam er Sweet Child in Time aan te passen. Ik wed dat de Guido in zijn jonge jaren dat nummer meegezongen heeft uit volle borst. Nee? Ah bon. Het was Child in Time van Deep Purple. Een van de klassiekers. In 1972 een hit, in 1975 een hit en in 1978 een hit. En toch niet meer kennen. Zo zie je maar. Ah ja, goed geprobeerd hoor. Je hebt indruk gemaakt. Vlaamse hitparade, fragment 3. Denk even dat dit Danny van New Kids on the Block is en je bent zo alles vergeten. En denk even dat dit Vanilla Ice is, Marijke. En, ah, oh, niet overdrijven. Wanneer gaan jullie mij eens bespringen? Wanneer gaan jullie... Oh, Als dit nog uitgezonden wordt, of u bent nog blijven kijken, dan maak ik een afspraak met u voor de volgende schoolslag in Poperingen, uitsluitend met jongens. Tot dan, dag.